We staan op de rode loper van het Gouden Televisie Ringgala. En zo straks komen hier alle BN'ers langs en dan ga ik ze het hemd van het lijf vragen. Wat we presenteren vanavond. Heb je er zin in? Ik heb echt heel veel zin in. Dit is echt het leukste avondje van het jaar. Ja, ik vind het echt heel tof. En je hebt een nieuwe compagnon. Heb je hem tips gegeven? Ik heb Splinter tips gegeven. Zet je hoofd open. Zeg gewoon alles wat je denkt. Ga je nergens aan houden. Scripts zijn leuk dat ze er zijn. Maar ga gewoon los. Je gaat de Rode Lopen Show presenteren. Hoe heb je je voorbereid? Ik heb van Britt begrepen, want ik was dus ook best wel spannend, het is ook allemaal live. Dat je gewoon, ze zei van, als er iets fout gaat, is het ook goed. En dat is denk ik de beste tip die ik kon krijgen. En voor de rest hebben we gewoon een paar keer met elkaar gezeten en een beetje doorgenomen. En het leuke is, iedereen is natuurlijk helemaal op een top, feestelijk gekleed. Een soort van kerstdiner wat naar voren is gehaald. En dan zonder diner, maar wel met de jurk. En zonder schoonouders. En zonder schoonouders, ook wel prettig. En ik kan het zeggen dat ik ben single, dus ik krijg geen ruzie. Maar dus op die manier hebben we een beetje voorbereid. En voor mij wordt het één groot feest. We gaan mijn outfit aan. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dankjewel. Ja, het is gemaakt door Peter George Angino Tap. Dat is een hele mond vol, maar het is een modeontwerper uit Den Haag. En ik zei, ja, ik wil... Kijk, iedereen prachtig in die zwarte kostuums altijd, de mannen. Maar ik dacht, het mag ook wel een keertje net even anders zijn. Klein beetje shine van Britten, maar ze heeft wel een glitter, heel veel glitter. Britten en ik hebben gediscussieerd over wat we aan gingen doen. Ik zei, oké, doe ik geen glitters, maar doe ik pofmouwen en dan doe jij de glitters. Dus Britt heeft prachtige glitters aangedaan. Maar gefeliciteerd ten eerste. Jullie zijn genomineerd. Wat denken jullie ervan? Gaan jullie winnen? Wij gaan winnen! Stemmen komt het wel goed. Dat wou ik zeggen, als jullie allemaal 10 of 100 mensen vragen, helemaal toch? Ja. Stemmen, dan komt alles wel goed. Ja hoor. Ja. Hey, en wat vinden jullie ervan op de rode lopen? Is het voor het eerst? Ja. Heel super, leuk! Heel super, groot! Super. Hij is ook heel groot en hij is mooi. Ja. En wie van jullie kan iets vertellen over jullie outfits? Ja, nou, de outfit is sowieso een rip uit mijn lijf, maar het is natuurlijk, het is voor één keer, hè, once in a lifetime. En dan is het toch wel belangrijk dat ze er allemaal mooi en netjes bij lopen. Hè. Het is ook leuk, Carré, Amsterdam, het hoort er allemaal bij. Dit is een smoking. Dit is een smoking die ik aan heb. Heel goed. En wat gaan jullie doen als jullie winnen? De hele avond feesten, gillen, schreeuwen. Party on. Ja, helemaal. Hebben jullie er zin in vanavond? Ja, we hebben er zeker zin in, absoluut. Heel veel, ja? En hebben jullie nog iets speciaals gedaan om te winnen? Een kaarsje aangestoken, een dansje? En hoe zag dat eruit? Dat wil ik wel even zien. Een biertje. Ja. Ik ben al vergeten. Nou, ik denk dat het goed gaat komen, jongens. En wat denken jullie? Gaan jullie winnen? Ik denk het wel. Ja? Waarom? Ja, wij hebben gewoon heel veel fans, met z'n allen, met alle families bij elkaar. Ja, ik denk dat onze achterban vanavond, ze laten ons heel de dag al weten, al weken eigenlijk, wij gaan stemmen. Dus ik denk dat vanavond wel voor een verrassing kunnen zorgen. Goed, en waarom denk je dat jullie programma van de grote gezinnen zoveel aandacht trekt, zoveel kijkers? Ja, ik denk het is natuurlijk bij ons, al die gezinnen hebben humor, er wat gehuild, wat gelachen, er wat ruzie gemaakt. Het is echt real life TV. En ik denk dat dat echt iets is wat de kijker gewoon onwijs leuk vindt. Je ziet bij ons van alles. En hoe vinden jullie het? Voor het eerst op een rode loper, denk ik? Ja, ontzettend spannend. Maar zeker sowieso al onze fans en iedereen in Nederland ontzettend dankbaar dat we hier überhaupt mogen staan. Ja. En gaat de kleine in de buik nog een beetje geluk brengen, denk je? Nou, daar gaan we wel vanuit. Ja, zeker weten. Gefeliciteerd met jullie nominatie. Hadden jullie het verwacht? Nee. Als je ziet tussen wie wij staan, dat is al voor ons een mooie winst. En wat hebben jullie gedaan om stemmen te krijgen? Hebben jullie überhaupt iets gedaan? Nou, we hebben van Italië hier naartoe gefietst. Dat was denk ik onze grootste opgave. Vind ik eigenlijk wel dat jullie gewoon verdienen om te winnen, toch? Met zo'n lange fiets, toch? Ja. Minstens. Ja. En wat gaan jullie doen als jullie winnen? Ik denk heel hard juichen. Dat ten eerste. Klein biertje. Een kratje Amstel in de auto staan en dan... En een mooi shirtje eronder. Oh, oké. Okay. Een wielershirtje? Oké. We zijn heel benieuwd. Hoe kijken jullie uit naar deze avond? Ja, super spannend natuurlijk, want we zijn met twee andere topprogramma's genomineerd. Dus ja, het is voor ons maar afwachten. Maar we vinden het wel heel spannend. Heel spannend, maar fingers crossed, toch? Ja, precies. Wat zijn jullie kansen? Wat denken jullie? Ja. We hebben wel hele goede programma's tegen ons overstaan. Ja. Maar we gaan gewoon hopen. We gaan gewoon hopen dat onze fans goed hun best hebben gedaan. Ja. Hebben jullie nog een bepaald bijgeloof met een bepaald been uit bed gestapt of een favoriete onderbroek aangetrokken? We gaan dadelijk opeens een heel leuk dansje doen. Nee. Er is net hier al gedanst hoor, dus het kan. Maar we zijn nu maar
professioneel dus. Je kan altijd overtreffen. Hè? Dat is waar. Ja. Wat gaat er vanavond gebeuren? Wat denk je? Voel je het al? Oh, ik denk dat het gewoon een mega leuke avond wordt. Ja, dat is het. En, ga je winnen? Ik denk niet dat ik ga winnen, maar nee. Ik wil Mattie steeds niet zeggen. Omdat waarom denk je dat je wel gaat winnen? Eén reden. Waarom ik wel zou winnen? Ja, omdat er dan genoeg op me is gestemd. Ja. Maar dat, nee. Waarom verdien je het om te winnen? Nou, oh jeetje, wat vind ik zo'n moeilijke vraag. Want dan vraag je eigenlijk van mij om te zeggen... Ja, nee, dat kan ik niet. Nee, dat snap ik. Dat begrijp ik heel goed. Ja. Ik zou het mega leuk vinden om te winnen, begrijp me niet verkeerd. Maar ik ben met Nikki Tutorials, Nikki de Jager en Helene Hendricks. En dat zijn twee zulke te gekke collega's. En wat ik heel tof vind, is dat wij eigenlijk best wel een beetje de nieuwe generatie weer presentatrices zijn. En daar ben ik ook echt wel trots op, dat we daar zo met z'n drieën zitten. En de oude rotten zitten er niet meer bij, toch? Nou ja, en met z'n allen doen we het natuurlijk, presenteren. En nu zitten wij er opeens met z'n drieën vanavond om al dan niet die prijs te pakken. Maar ik weet niet, ik heb ook zoiets van, ik ben pas 5 jaar bezig met, nou, dat ik echt op de landelijke televisie ben. Dus dat ik nu al hier mag zitten, vanavond op die stoel. En als ik niet win, is het ook niet erg. Want misschien mag ik dan in de toekomst nog wel een keer genomineerd zijn. En dat is ook leuk. Ben je trots? Hij is trots, maar daar is deze avond niet voor nodig. Maar als ik dan, als we samen voor de spiegel net staan, weet je, in de hotelkamer. En dat ventje is net 9 geworden en hij heeft dat pakje aan. Ja, dat is wel echt schitterend, toch? Dat is echt waanzinnig. Ja, ja, ja. En was hij zenuwachtig voor vanavond? Nou, dat is zo mooi van deze leeftijd. Ik vind dat hij nog vrij onbevangen is. Dus vorige keer ook bij de Zapp Awards natuurlijk. Toen, ja, hij vindt alles leuk, alles prima. Hij gaat staan als hij moet speechen. En hij, kijken of dat vanavond hopelijk ook nog zo is. Maar ja, als ik nu zie hoe hij dat zo doet en hij loopt door. Dan denk ik van, nou ja, goed, hij is ondertussen ook wel wat gewonnen misschien. Maar heel leuk dat het zo gaat. Dus ja, prima. En hebben jullie samen bedacht wat jullie gaan doen als hij wint? Nee. Neem je hem ergens mee naartoe? Nou, ik probeer iets te ontlokken voor hem, hè? Iets te plannen. Jij bent de makelaar van de relatie, zegt hij. Hij heeft mij gebeld. Ik wil naar Disneyland. Regelt even. Nee, maar weet je, dat is zo mooi van Lavetje ook. Hij is overal tevreden mee. Vorige maand was hij jarig. En dan vragen we ook aan hem van, wat wil je graag hebben voor je verjaardag? En dan zegt hij, ja, nou ja, ik weet alleen niet. Ik heb alles al. Nou, kijk maar papa en mama. En dan vindt hij alles oké. Wat goed, wat lief. Dus nu ook, weet je wel, ik denk dat deze avond een hele ervaring voor hem is. En dat neemt hij toch mee in zijn rugtasje. Dus dat is helemaal goed. Het is al een heel mooi cadeau, denk ik, toch? Ja, dat denk ik ook, absoluut. Hoe voel je je? Ik voel me heel erg opgewonden. Ja. Ik vind het heel leuk. Wat goed. En wat heb jij een gaaf pak aan? Heb je die zelf uitgekozen? Nee, niet zelf. Maar ik vind het wel een leuk pak. Maar goud staat jou goed, hè? Ja, volgens mij wel. En heb je al bedacht wat je gaat doen als je gaat winnen vanavond? Ja, de speech. Heb jij een speech? Ja, ik weet al wat ik ga zeggen. En heb je dat? En heb je dan nog een speakbriefje of niet? Nee. Ga je het helemaal uit je hoofd doen? Ik ben nu... Stiekem hoop ik dat je gaat winnen, want ik ben nu al zo benieuwd naar de speech. Hebben jullie dit allemaal zelf uitgekozen? Hoe is dit gegaan? Wil jij het? Ja, nou ja, Jessica en ik hebben het mooi op elkaar afgestemd, dus we hebben het samen uitgekozen. En de jongens hebben het ook samen uitgekozen. Ja. En hoe voel je je vanavond? Wel heel spannend, maar wel superleuk, ja. Echt wel, heel veel zin in. En hebben jullie bedacht wat jullie gaan doen als jullie winnen? Speechje natuurlijk, ja. Gaat één van jullie speechen? Jij? Dat gaan we nog niet zeggen. Oh, dat wordt een verrassing, Heel goed. En Jessica, hoe voel jij je? Ja, dit is heel bijzonder natuurlijk. Het is heel leuk. Het is vooral echt heel leuk om hier met hun te zijn en dat straks ons team komt. Dus het is vooral een hele leuke avond en eindelijk iets luchtigs en gezelligs rondom het hele thema. Ja. Hoe voel je je vanavond? Meid, ik vind het een feestje. Nee joh, ik heb al gewonnen dat ik hier ben. Ik vind het allemaal alleen maar leuk. Het is een goed jaar voor jou, hè? Ja, een goed jaar. Nou ja... Nou, vergeleken 2020 is dit echt paradijs. Ja. Eerst het Songfestival, nu dit. Kan het nog mooier? Of is dit gewoon de top? Nou, ik denk dat we de top... We zitten erg in de buurt. Ja, alleen nog een keer met Adele filmen, dan kan ik vredig... Kan nog voor het eind van het jaar, toch? Wie weet. En wat ga je doen als je gaat winnen? Oh god, nou ik heb echt al sinds ik genomineerd ben en ik hoor het woord speech, dan krijg ik al stressvlekken. Ik ben daar heel slecht in. Dus ik hoop vooral dat ik niet val, dat ik uit mijn woorden kom en dat ik vooral niet heel de boel erbij ga janken. Dus pray. Dan gaat de make-up, hè? Ja, nou dit blijft wel zitten hoor. Goed, heel goed. Bij jou wel, dat moet. Ja, er zit zo'n cementlaag op, daar krijgt niemand er nog af.
welkom op de rode loper. Ik hoor al een beetje niet echt jouw ding. Nee. Ik voel me echt heel erg senang op het voetbalveld of op een sportveld. Maar dit vind ik onwijs ongemakkelijk. Ik vind het wel leuk. Want je ziet iedereen in een mooie jurk en mooi make-up. En ik ben met mijn drielingzus. Maar nee, dit is niet mijn natuurlijke habitat. Gelukkig ben je er bijna doorheen. De foto's zijn geweest. Alleen nog een paar quotes. Want je bent genomineerd. Hoe voel je je? Nou ja, het is natuurlijk al een hele eer dat je wordt genomineerd. En ik vind vooral omdat het publieksprijs is, dat gewaardeerd wordt door het publiek, dat is natuurlijk het mooie daaraan. Nou vind ik wel, wij moeten niet doen alsof we heel bijzonder zijn in dit vak, want dat is helemaal niet zo. Maar het is natuurlijk wel heel erg leuk. Het is entertainment, het is leuk voor de mensen thuis om naar al die jurken te kijken. Dat vind ik zelf ook hartstikke leuk. Kun je daar iets over vertellen, nu we het er toch over hebben? Nou ja, die heeft Lieve Heuvelmans voor mij uitgekozen. Ik hou heel erg van paars. En ik zei, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd. Dus ze heeft gewoon de jurk gepakt. Ik weet niet meer precies waar die van is. Maakt niet uit hoor. Niet zoveel verstand van. En nou ja, dus dit is het geworden. En wat ga je doen als je vanavond gaat winnen? Nou, ik moet zeggen, ik denk niet dat ik ga winnen. Dat is één. Nee? Waarom niet? Ik denk dat Nicky de Jager gaat winnen. En dat zou ik ook meer dan terecht vinden. Want die heeft fantastisch gedaan op het Eurovisie Songfestival. Maar stel dat, dan rijd ik heel snel naar huis. Dan ga ik naar mijn vader. Die ga ik opzoeken. En dan proberen we toch een beetje te proosten. Zeggen, driemaal scheepsrecht. Nou, ja, dat zeggen ze. Maar wij zijn... Geloven jullie daar niet in? Nou, we zijn er vandaag tegen elkaar. Het is gewoon mooi. We zijn toch genomineerd. En misschien is het ook wel gewoon een leuk spelletje om gewoon nooit te winnen. Ja. Elk jaar komen, feesten, maar nooit winnen. Ja, maar het is sowieso mooi dat we weer mogen komen. Dat is het allerbelangrijkste, ja. Zeker. Ja. Deze, zeg maar, die hem winnen. Maar er zijn helemaal weinig mensen die drie keer genomineerd worden. Precies, of vier keer, vijf keer. Wat gaan jullie doen? Wat hebben jullie gedaan om wel te winnen vanavond? Wat hebben we gedaan om wel te winnen? Nou, we hebben gewoon wel... We hebben onszelf gebleven en we hebben een mooi programma gemaakt, inderdaad. Ja. Nog mensen opgeroepen. Een paar jaar geleden zeiden jullie, jullie hebben mensen omgekocht op straat. Is dat zo? Ja, ja. Die staat daar, hè? Is dat zo? Ja, dat is, ja, ja. Ja, nee, de echte winnares is toch echt Linda. Kijk nou eens. Ja, zij hoeft niemand om te kopen. Nee, zeker niet. Nee. Ja, wij moeten dus wel echt degelijk. Nee. Ja, kennelijk. Ja, ik heb wel een paar stories gemaakt. Goed zo. Als je het over hebt, stem alsjeblieft. Maar we gaan het zien. Het wordt een mooie wedstrijd, een mooie avond. Dus dat maakt eigenlijk niet uit. Ik wil eerst zeggen, wat zie je er leuk uit? Oh, dankjewel. Ja, het is, voor mij is het voor het eerst in... Voor heel veel mensen natuurlijk voor het eerst in een hele lange tijd. Maar voor mij helemaal. Ik heb gewoon meer dan een jaar in het ziekenhuis gelegen. Dus dit is wel echt even heel andere koek ineens. Hoe voelt het? Best wel intens lijkt mij, toch? Nou, ik ben nog steeds aan de chemotherapie. En dat doet wat met je hoofd. Dan is alles gewoon komt wat harder binnen. Dus dit is wel even pittig. Er zijn nogal veel felle lichten en al die vragen. Ja, maar ik vind het zo bijzonder om hier te zijn. Dat is alles waard. Ik zag dat je nu je laatste vlog hebt opgenomen. Het zou natuurlijk een hele mooie bekroning zijn van alles wat je hebt gemaakt. Ja, die vlog is zo'n dierbaar ding geworden eigenlijk. Ik had gehoopt dat als ik daar lotgenoten mee kan helpen, dat het al heel bijzonder zou zijn. Maar het is zoveel groter geworden dan dat. En ja, dat had ik echt niet durven dromen gewoon. En ze steunen je allemaal, want anders had je hier niet gestaan, toch? Ja, heel bijzonder. Ja, ik vind het echt... nog een beetje veel te bevatten, maar ik ben heel blij. Het begint een beetje vervelend te worden, hè? Vind je? Nee. Wow. Nee, het is natuurlijk echt wel een hele grote eer. En het is een publieksprijs, dus dat is natuurlijk fantastisch. Maar ik hoop stiekem wel dat mijn lieve collega Frank hem krijgt. Ik wil het al vragen, ja? Ja, ja, ja. En jij hem wint, is het... Heel politiek correct zijn. Oh, ze wil dat de collega hem wint. Ik wil echt dat hij hem wint. Want ik vind hem, ik waardeer hem enorm en hij verdient het. En hij speelt die rol geweldig. Dus Frank moet hem krijgen. Ik heb er al twee. Angela heeft er ook twee. Come on, man. Een beetje verdelen. Wat? En als jij dit jaar wint, mag je volgend jaar niet meedoen. Precies. Dus eigenlijk... Helemaal niet... Maar ik vind het wel. Je bent de eerste die een conculega in de hemel prijst. Die als in dat je wil dat de ander wint. Dat is wel goed. Nee, dat is geen conculega. Kijk, dat is ook zo mooi. En dat vind ik ook wel heel cool dat we het weer in volle glorie mogen vieren. Kijk, tv maak je samen. En je hebt elkaar echt nodig. Alle collega's die dragen hieraan bij, snap je? En wij mogen dan een prijs in ontvangst nemen, maar het gaat over zoveel meer. Dus ik vind het ook heel mooi om op zo'n moment, om op dit moment op zo'n avond, om de tv, het maken daarvan gewoon te eren. En ook te bedenken al die collega's die daaraan meewerken. Ja, zeker. En mocht je nu wel winnen, heb je nog plek op je wc? Nee. Er moet een nieuwe wc in het huis komen. Er moet een nieuwe wc gemaakt worden, ja. Ten eerste gefeliciteerd. Dankjewel. Wat vind je ervan? Nou, ik vind het wel... Kijk of mijn gulp dicht zit.
Zien we niet, zit net erop. Nee, maar net. Ah, dat is waar. Nou, het is eervol, toch? Mensen stemmen, dus het is een soort ja, populariteitsprijs of zo, iets. Ja, waarom hebben mensen op jou gestemd, denk je? Dat moet je aan hun vragen, dat weet ik ook niet. Dat is een moeilijke vraag, hè? Nee, dat... Maar we hebben hier al een hele speech gehad van Elise waarom jij moet winnen. Oké. Okay. Misschien kun jij dan voor haar zeggen waarom zij moet winnen. Dat is misschien wel leuk. Nee, ze heeft al 2 keer gewonnen. Flikker op. Ja, zoiets zei ze ook al, ja. Ik ben. Ja. Dat is ook eigenlijk wel waar. Heb je al een plekje in huis gereserveerd voor de prijs? Ik heb een prijzenkast. Heb jij een prijzenkast? Is daar nog een plek in vrij? Een ouderwetse, zoals bij de voetbalclub. Dat wilde ik altijd. Een glazen vitrine. Hangt ook op een plek waar weinig mensen hem zien, hoor. Het is niet heel prominent, maar soms kijk ik ernaar en dan ben ik toch wel trots. En heb je daar al een klein plekje vrijgemaakt? Ja. Wat zie je er prachtig uit. Ja, dankjewel, wat lief. Hoe is het zo tot stand gekomen? Wat heb je aan? Vertel eens. Ja, nou eigenlijk, ik hoorde dat ik genomineerd was en ik dacht, oké, kut, een jurk. Echt, ja? Ja. Dus ik had mijn stylist, had ik een berichtje gestuurd, Jana, en zij kwam echt een dag later met, ik heb een super vette ontwerper, Ferry Schifflers, en die heeft deze jurk voor mij gemaakt. Kunnen we even de schoenen laten zien, want die zijn echt gaaf. Wauw. Nu moet je wel winnen, toch? Nee, ik ook. Het is zo'n jurk. Zulke schoenen. Als je zoveel moeite hebt gedaan. Ik bedoel, als je er zo mooi uitziet. Dankjewel. Wat gebeurt er als je straks op het podium wordt geroepen en je wint? Nou, ik hoop dat ik niet flauw val in ieder geval. Heb je goed gegeten? McDonald's. Maar wel, nou ja, het vult ook niet zo lang, hè? Nee, shit. Dan hoop ik dat je een beetje aan het begin van de avond zit. Maar heb je een speech? Of wat gebeurt er dan, denk je? Ja, je moet hem voorbereiden. Dat vind ik al een beetje lullig. Want ik denk van, je voelt je echt een kneus als je thuis zit en je bent die speech aan het voorbereiden. En je denkt ook, straks win ik helemaal niet. Ik gun het echt iedereen, dus het maakt me ook eigenlijk niet uit. Ik vind het al superleuk om hier te zijn. Maar ja, je voelt je toch een beetje lullig als je dan die speech aan het voorbereiden bent. Maar ja, ik heb het een en ander voorbereid. Ik heb alleen echt het idee dat zo'n spreekbeurt achter. Dat je dan 30 minuten voorbereidt en dat je echt binnen 1 seconde zo... Ja, dit was mijn spreek. Ja, echt je angst eigenlijk vroeger, hè? Ja. En waar gaat hij staan in het huis? Heb je al een mooie plek? Oeh, dat weet ik. Ik denk dat hij gewoon op kantoor komt te staan. Maar ook dit voelt weer heel raar. Snap ik ook. Snap. We hadden het net al over de fashion. Vertel eens even iets over jullie outfits. Jij mag beginnen. Nou meid, moet je vooral niet bij mij zijn. Ik heb Lois Alarmers mee. Jij wilde voor jou over je fashion praten. Dit met de Claes Iversen. Dit is een, ja. Dit is geen grap. Dit is geïnspireerd op Onze Koningin. Ik zou zeggen maximaal of ja. Lois Alarmers. Nou, dat klopt. En het pak wat ik vorige week aan had tijdens de première van de documentaire. Van dezelfde stof. Dezelfde stof. Maar een ander pak. Maar een ander pak. Ja. Was het liefde op eerste gezicht met deze jurk of hoe gaat zoiets? Het is met Claes eigenlijk 9 van de 10 keer liefde op het eerste gezicht. Dus met dit ook, en wat ik zeg, het is een leuke knipoog naar vorige week, naar de première van de documentaire. Dus ik ben er blij mee. Komen jullie vanavond nog iemand speciaal aanmoedigen? Wie? André? Ja. Nee, 100%. Ik ga het ook winnen, denk jij? Nou, dat moet ook echt, want ik word anders gek. Daar stemmen we wel op vanavond. Dat heb ik al gedaan, maar ik ga daar helemaal los op. Ja. 100%. En de ring, wie denken jullie dat gaat winnen? Mokkermafia, Huisvol, Kinderen van Ruinewold? Dat vind ik echt heel moeilijk en daar kan ik ook wel echt een antwoord op geven. Wat ik dan een beetje inschatten is dat de Kinderen van Ruinewold een beetje een underdog zijn. Dus het kan alle kanten op, ik weet het niet. Ja. Hoe dan ook? Iemand ze? Nou ja, kijk, ik ben heel erg fan van Mokromovia, en één van de twee heb ik niet gezien, dus ik kan daar ook moeilijk, ja. Ik denk, ja, toch een Mokromovia heeft wel een... Een grote doel. Ik denk echt wel een grote doel. Het zou voor het eerst zijn een serie van Videoland, niet van tv. Wat gek is, vind ik vreemd, of bijzonder, laat ik het bijzonder noemen, maar het is wat het is. Toekomst van tv? Het volk heeft gekozen. Ja, dat vind ik een goede... Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Gefeliciteerd met de nominatie. Ja, dankjewel. Hoe voel je je vanavond? Ja, lekker. Ja, ja. En gaan jullie winnen? Zeker wel, ja. En ga jij dan speechen? Zeker weten, ja. En wat gaan jullie met z'n allen doen? Gaan jullie feesten als jullie gaan winnen? Ja, we gaan feesten naar de kroeg. Zuipen, drinken, dus ja. We gaan zeker weer winnen deze keer. Nou, dit kan alleen maar goed komen, toch? Gefeliciteerd. Wel, ja. Voor het eerst een niet-lineaire televisieserie. Ja, ja. Is dit de toekomst? Nou, het zou zomaar kunnen, weet je. Er wordt heel veel gemaakt en het is van een goede kwaliteit en zo. Maar goed, dit is voor ons natuurlijk gewoon ook best onwerkelijk, als ik heel eerlijk ben. Het is zoiets groots. Alleen deze nominatie is al... Weet je, we zijn hier al winnaars, zeg maar. Dat is echt gek. Ja. Wat denk je wat de magie is van de serie? Waarom vinden zoveel mensen dit leuk? Ja, crime is natuurlijk altijd wel dat helpt. Dat zie je bij elke crime-serie, maakt niet uit.
En ik denk dat we gewoon de rauwheid ook niet schuwen. Weet je? We laten wel gewoon iets zien op een manier wat misschien wel heel dicht zo tegen de werkelijkheid aankomt. En dat is natuurlijk een ongelofelijke kracht van en de makers en de acteurs. En zo authentiek mogelijk dat verhaal vertellen. Ik denk dat het hem ook wel echt zeker daarin zit. En natuurlijk de personage, ik bedoel zo'n Tonano of Komt Goed. Dat zou komen bij. Hoe is het voor jou? Ja, fantastisch. Ja, 2 nominaties in een maand. Ja, gefeliciteerd hoor. Ja, dank jullie wel, dank jullie wel. En wat gaat er vanavond gebeuren? Denk je dat jullie gaan winnen? Ja, komt vast wel goed, toch? Komt goed, hè? Ik hou mijn televisie erin, komt goed. Heel goed, jongens, heel goed. Ja, dat kan jij alleen maar zeggen natuurlijk. Kunnen jullie maar iets meenemen in hoe gaat zoiets? Hoe kies je een jurk? Hoe werkt dat? Wil jij het zeggen? Ja, nou, ik kan alleen voor mezelf spreken natuurlijk. Maar ik vond het dit jaar in ieder geval heel erg belangrijk dat ik iets nieuws aan had, maar wat toch oud was. En dit zijn tapijten uit de Franse Riviera en daar hebben ze een nieuwe jurk van gemaakt. Dat wist je nog niet eens, nou wat goed! Ja. Dus ik dacht, dan is het toch iets ouds, maar ook weer iets nieuws. En jullie twee? Kunnen jullie dit nog toppen, dit verhaal? Nou, ik had een heel simpel verhaal. Ik wilde gewoon wel uitpakken, maar ik wilde ook een ontwerper een kans geven die normaal gesproken niet zo snel in de spotlight komt. Dus ik heb gezocht naar een zwarte vrouw of een vrouw van kleur. En ik ging er naartoe. En ze zei van, ja, ik weet niet of het past. Meteen. Als een grote. Meteen raak, ja. Hoe heet ze? Yvonne's Fashion and Design. Nee, Yvonne's Ivy's Design and Fashion. Dat was ze. Helemaal top. En nu jij. Ja. Ook geweldig. Ja, het is Edwin Oudshoorn. Ik ben heel erg fan van hem. En hij kleedt vrouwen gewoon heel erg vrouwelijk. En ik heb hem gebeld en gesmeekt of ik alsjeblieft een jurk mocht. En dan zei hij, oké. Dus vooruit. Toen had ik deze. Hoe voelen jullie je? Nou, heel goed. Ga even, ja zeker. We gaan lekker genieten vanavond, toch? Goed, zeker, ja. Kunnen jullie speciaal nog iemand aanmoedigen vanavond? Zitten jullie helemaal neutraal in de zaal? Voor drank, een beetje mensen kijken. Nee hoor, ja, er zijn natuurlijk wel een aantal mensen die programma's en presentatoren die je favoriet zijn, maar niet echt specifiek. Ik vind het gewoon heel leuk om iedereen weer te zien. Ik vind het leuk dat we hier samen zijn. Ja. En nou ja, we zijn niet echt samen. Ik vergeet je vriendin. Jullie zijn met z'n drie, hè? Twee, ik ben met 2 partners vanavond. Ja. Nee. Lucky you. We zijn fan van alle 3, denk ik. Maar ja, ik vind zelf, we hebben toen 2 van de kinderen van Ruinewold aan tafel gehad. Dat vond ik wel heel, heel mooi en indrukwekkend. Dus ik ben wel stiekem een beetje voor de kinderen van Ruinewold. Ja. En kun je nog 1 keer iets vertellen, heel kort, over je jurk? Want het ziet er prachtig uit. Oh, dankjewel. House of Olvis is het. En van Einar Abbott. Heel mooi, daar ben ik ook heel erg blij mee. Ik ben echt blij met de jurk. Het was echt... Wat is dat? Kies je dat zelf? Hoe werkt zoiets? Ik heb het nou samen met mijn styliste, Hilde. En degene die het een go gaf, was deze dame. Oh ja, ze zit hier op de hurken. Ja. Is een vriendin van mij en mijn agent, Myrthe van Pelt. Dat noem je een frenager. Een frenager. Frenager. Oh, dat is een nieuw woord. Ken ik ook niet. Vanochtend geleerd toevallig. Ja. Jij bent een frenager, hoor ik net. Een friend, een manager en een friend. Het is ongelooflijk, een frenager. Bij deze. Dus, maar ik ben er hartstikke blij. Ja, heel erg mooi. Dat ik erop kan lopen. Dus, ik was een beetje bang dat ik zou vallen, maar het gaat goed. Is niet gebeurd en nog maar een heel klein stukje. Ik kan me voorstellen dat jij een beetje buiten adem bent. Ja, zeker. Daar doen we het voor, hè. En hoe lang heb jij geoefend op al deze poses? Nee, ik ben weer even uitgelaten na 2 jaar. Wie had verwacht dat dit ooit nog zou mogen? Niemand, toch? Niemand! Heerlijk, ja. De man is helemaal lekker. Het is stoffig, maar wel op een Nederlandse manier. En je hebt een goede outfit uitgekozen. Thank you. Met blokjes? Ja. Een soort navelpiercing zelfs? Inderdaad, ik denk dat dit weer helemaal terugkomt. Ik noem het Desert Chic. Beetje gebaseerd op June. Het is gemaakt door de dochter van Hans Lieberg. Ja, grote held van me. Ja. En was het meteen, dacht je, dit is hem. Dit ga ik aandoen. Hoe komt dit? Dit was de enige outfit die ik in huis had die ik nog nooit had gedragen. Ik zocht echt naar die occasion. En ik dacht, dit is het helemaal. En je hebt een grote tas bij je, blijf je slapen? Nee, maar dit is verschrikkelijk koud en ik moet straks nog naar huis lopen. Want alle taxis zijn om 12 uur bezet, dat weet ik nu al. Dat weet je nu al? Dus er zitten nog wat spullen in om mezelf lekker warm te houden. Want je hebt geen schoenen ook aan? Dus... Ja, dat hoort niet bij de outfit schoenen. Dit is heel erg puur. In de woestijn heb je geen schoenen natuurlijk. Zo is het maar net. Daar heb je blaar op je voet en daarmee kom je door het zand heen. Ik zou zeggen een hele fijne avond. Ik denk dat het gaat lukken, toch?
Absoluut, dat is het al. Ja. Heel veel succes en groetjes aan iedereen die je nog gaat zien. Dankjewel, ga ik doen. Mag ik dan van jou zeggen dat jij de groeten hebt gedaan? Ja, heel graag. Ga ik doen, doe ik. Dus we hebben er heel veel zin in om lekker een glas champagne te drinken en allemaal collega's weer te ontmoeten. Lekker als van oud. Ja, heel erg fijn. Aan toe ook. Het is toch altijd zo'n dingetje dit en dan straks lekker een borrel. Heel veel zin in. Gaan jullie nog speciaal voor iemand heel hard klappen in de zaal? Oeh. Marieke Elsinga. Ja, maar ook Nikki. Ja, ik ga heel hard klappen voor Nikki en hopen dat zij wint. Dat is wel echt een vriendin. En ja, ik hoop dat Jessica Valerius met een prijs naar huis gaat. Die gun ik het als documentaire. Maakt ze heel erg. Ja, Mokromafia. Het is wel ingewikkeld. Moeilijk kiezen, hè? Moeilijk. Hele grote spelers. Ik echt denk, oh, mooie dingen gemaakt. Altijd moeilijk leuke kiezen. Dingen. Ja. Dan gaan we heel hard klappen. Heb je vanavond nog een speciaal moment waar je het meest naar uitkijkt? Ik hoop dat we een ode aan Peter gaan brengen. Nou, de laatste keer dat we hier allemaal waren, denk ik, was daarop. Dus ik zie er tegenop, maar kijk er ook tegelijkertijd naar uit. Want je hebt zo'n leuke jurk aan, ik wil toch het verhaal erachter weten. Nou, eigenlijk is het een man die voor mij was. Deze man heeft dit voor me... In beeld brengen, top. Die heeft dit voor mij voor elkaar gekregen. En ik voel me er echt een prinses in. En ik ben helemaal gelukkig hiermee, ja. En heb je in welk onderdeel van de avond vanavond heb je het meeste zin? Ja, toch wel de ring. Ja, ik ben heel blij met dat de fictie kans maakt op de ring. Dus daar gaat mijn kleine hoop toch wel echt naartoe. Dus ik ga mijn duimen, denk ik. Kun je nog iets zeggen, zoals van waarom ze erop moeten stemmen? Ja, het is heel belangrijk, want we moeten heel veel mooie verhalen gaan vertellen. Dus probeer allemaal fictie te stemmen en kies voor Mokromafia. Heb je zin in vanavond? Ik heb mega veel zin in vanavond. Eerlijk gezegd, het is mijn eerste feestje sinds alle corona. Zooi, dus ja, ik heb er heel veel zin in. Voelt het raar of gewoon lekker als vanouds? Eigenlijk van als vanouds. En dat is eigenlijk ook wel weer gek. Dat je allemaal mensen ziet. Je wil eigenlijk mensen knuffelen, maar je weet dan niet helemaal of dat kan. Dus dat mag en zo, nieuwe etiketten. Wat is er nu gaande? Ja, maar ik heb er heel veel zin in. Volgens mij wordt het echt een topavond. Ik zie iedereen in super mooie jurken. Jij zelf ook. Misschien kan je iets vertellen over wat je aan hebt. Ja, dit is van Oso Couture. En ik ben er heel blij mee, want het is alsof het op mijn lijf gemaakt is. Ik vind het heel lekker zitten en ik voel me er helemaal op mijn gemak in. Hij heeft dit echt super mooi gedaan, zo mijn handwerk. Dus ik ben heel erg blij dat ik dit aan mag. Heel erg leuk. En heb je nog een bepaald voorgevoel wie vanavond een ring mee naar huis gaat nemen? Nee, je hebt natuurlijk wel voorkeuren. Ja, kijk. Vertel. World, dat is gewoon heel mooi als zo'n soort programma, zo'n soort reeks het zou winnen. En dat hij een keer erkenning zou krijgen voor al het werk wat erin is gestoken. Maar ja, ik ken ook wat mensen uit Mokromafia. Zou ik ook weer heel leuk vinden. Huis Vol is natuurlijk ook een programma wat super goed scoort. Dus ja, ik... Je kan nog niet, je durft geen uitspraken te doen over wie er gaat winnen. Ik denk de kinderen van Ruinerwold. Dat zou toch wel heel mooi zijn. Oh, welkom. Hoe voel je je? Koud. Nu. Koud? Ja, het is koud. Heb je een beetje zin in de avond? Ik heb geen idee. Het is mijn eerste keer. Ja? En waar kijk je het meest naar uit? Dat weet ik ook niet. Nee. Maar vind je de rode loper, is dat iets wat je leuk vindt? Gesproken dat je jezelf gedragen, hè? Nee, ik gedraag me. De rode loper... Dat is de eerste keer, hoor ik. De rode loper, je kunt niet anders binnenkomen dan over de rode loper. Dus, Jammer, anders was je liever via de andere ingang. Nee, maar mocht je niet andersom inlopen? Dan ga ik alsnog terug. Ja, weer terug over de rode loper. Gaan jullie speciaal voor iemand juichen vanavond in de zaal? Linda Hakenboom. Ja. Ja, sowieso. Ja, Linda en van de vrouwen vind ik alle vrouwen leuk. Dus ja, ik hoop gewoon... ik vind bijvoorbeeld Miuska leuk, maar ik vind Marieke net zo leuk. Weet je, dus het is altijd moeilijk om daar een keuze in te maken. Ik ben Linda Hakenboom, punt. Maar Linda is in de videocategorie, hè? Ik heb het nu over beste presentatrice. En voor de mannen zou ik leuk vinden als Fred wint. Ik zou het leuk vinden als het documentaire van Jessica Valerius wint. Zie, ik wil best wel... Toch wel. Dus we horen je het toch wel een paar keer heel hard klappen dan, als ze juist heeft gewonnen. Zeker, ja zeker. Dank. Gezellig dat jullie er zijn. Vinden jullie zelf ook? Ja, nou, het is een wonder dat we zijn uitgenodigd. Is dat sowieso? Ja, dan moeten we altijd wel een beetje voor leuren, ja. Een beetje afkopen. Komen, alsjeblieft. Ja. Wat hebben jullie dit jaar moeten doen dan om hier te staan? Wat niet? Hè? Ja, bellen. Bellen. Gebeld. Ja. Gemaild. Geen uitnodiging. Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. En jij hebt je uitgehongen moeten hongeren op een eiland of zo? Precies, ja. Dan krijg je wel een kaartje voor televisiering. Wel een groot contrast, denk ik, hier op de Rode Loper en daar op een eiland. Nee, het was wel een beetje dezelfde sfeer. Nee, ja, het is wel even wennen weer dit, maar ook wel leuk. En hebben jullie een gevoel wie de ring vanavond mee naar huis gaat nemen? Welk programma? Eigenlijk denk ik Mokromafia. Ja. Ik hoop het ook wel. Jullie het ook? Echt genoten van de serie. Ik heb heel erg genoten van Huis Vol.
Ja. Kijk je dat? Ja? Ja. Wat vind je daar zo leuk aan? Nou, ik zou het zelf nooit willen. Nee. Dat is één ding wat zeker is. Nee, ik vind het gewoon een heel leuk programma. Ja. Nou ja, ik zie het gebeuren, jongens. Ik wens jullie een fijne avond. Het is een soort, het wordt heel meta nu, heel meta. Veel plezier. Je moet iets vertellen over de jurk. Ja, nou, deze jurk is van Max Nierijssel. En ik heb een hele leuke styliste, Graziella Ferraro. En zij stopt mij altijd in de meest extravagante creaties. Hoe ga je zitten? Want 2 jaar geleden had je ook zo'n hele grote jurk. Dus dacht je, hoeveel stoelen heb ik nodig? Het ding is dus dat die vorige jurk had geen hoepel. En deze heeft een hoepel. Dus ik kom letterlijk niet in de stoel. Ik heb een broek hier onderaan. Dus ik ga zo meteen de wc in. En dan, ja. Het bovenstukje dan aan of hoe ziet dat eruit? Het korset blijft aan, anders wordt het wel heel... Ah ja, ik bedoel... ik bedoel hier niks mee. Nee, precies. Nee, maar de rok gaat wel denk ik even weg. Heel goed. Hey, ik kom hier vanavond nog speciaal voor iemand juichen in de zaal. Oh, dat is wel een hele goeie inderdaad. Ja, ik juich voor Raven. Heel erg. En ik ben ook wel voor Fred van Leer. Nou, dan zou ik zeggen, succes. Gillen, hè? Dan horen we het. Jullie allereerste hele korte reactie. Ah, dat is gewoon een reactie. Meer komt er niet uit. Ik kan echt niet geloven. Het is echt heel tof. Ja. Laten we even zien. Oh mijn god. Het is echt een plaatje. Heel erg gefeliciteerd. Geniet. Oh. Dankjewel, dankjewel. Ik snap er helemaal niks van. Ik vind het een ongelooflijke eer. Oh, nu kan ik tenminste nadenken over wat ik zeg. Ik wil alle mensen bedanken die hier op me hebben gestemd. En wat een jaar. Wat een inderdaad. Jaar. Heel veel plezier met de prijs. Geniet ervan. Succes. Waar ga ik hem neerzetten? Inderdaad. Oh mijn god. Op de wc. Want ja. Jongen, ik sta weer te trillen als een riet. Kort maar krachtig. Ja, heel goed. Maar eigenlijk hadden we afgesproken dat Frank zou winnen. Ja, ik geef hem zo aan hem. Okay. Ja, dat komt goed. Geniet ervan. Zijn reactie. Oeh, dat ik er nog van moet bijkomen. Ja, dat mag. Het is natuurlijk gewoon best wel extra emotioneel eigenlijk in dit jaar. En ik had eigenlijk niet zo verwacht dat het me zoveel zou doen. Maar het doet me wel heel veel. En ik ben zo ongelooflijk blij dat ik deze serie heb kunnen maken vooral. En daar wat mee heb kunnen betekenen. Voor openheid over ziek zijn. En dat het oké is. En ja, dit... Het werd gewaardeerd blijkbaar. Ja, bizar. Bijzonder. Ja. Echt, ik ben heel blij. Heel erg gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Blijdschap mag je vasthouden, want de eerste reactie. Nou, overweldigend. Ik hoop dus dat ik iedereen heb genoemd in mijn speech, want die had ik niet voorbereid. Als je iemand bent vergeten, dit is je kans. Nou, iedereen die ik ben vergeten, excuses. Als je je aangesproken voelt en je hebt een aandeel aan dit enorm succes, dankjewel. En voor de rest, ja, ik ga drinken, want ik was nog nuchter, want ik denk, daar moet ik heel misschien het podium op. Dan zeg ik, goedenavond, carré, weet je wel, maar... Nee, ja, ik ben... Geniet van het drankje. Yes, ik ga naar mijn vrouw toe knuffelen. Yes, yes, yes.